Goedemorgen, lieve mensen. Hoe gaat het? Goed. Mij ook goed. Ik zei net, als we in de heilige tegenwoordigheid van Jezus zijn, wist u dat als we dan alles bij hem neerleggen, dat het niet anders kan gaan dan goed? Het is geen toverspreuk, maar het is wel de heiligheid van God. En dan doet helemaal niets er meer toe. Ik weet niet wat u heeft meegenomen van afgelopen week. Ik weet niet wat u heeft meegemaakt. Misschien heeft u een hele leuke week gehad. Het was hartstikke mooi weer. Misschien heeft u in ieder geval heeft u een warme week gehad. Oh, maar als we mogen komen in de tegenwoordigheid van Jezus. Niet alleen hier, hè, maar ook thuis, ook waar je ook bent. Maar bewust zoeken zijn aangezicht. Ja, dan doet echt helemaal niets er meer toe dan hij alleen. Daar gaat het vandaag ook over. Want vandaag wil ik met u spreken over dit onderwerp. Let the devil know not today. Niet vandaag, Satan. Niet vandaag. En daaronder heb ik gezet, geef hem geen plaats. Dat zijn woorden van de apostel Paulus. Die zegt, geef de duivel geen plaats. Maar waar? Waar? En dan komen we terug bij wat ik net heb gezegd, als we in die tegenwoordigheid van Jezus komen. Er is namelijk in de Bijbel, wordt een metafoor gebruikt, en dat is de tafel van God. Waar mogen wij aan zitten? Aan die rijkgedekte tafel van de Heer. Ja, toch? En het is niet alleen nu, hier op zondag. Het is altijd, als we hem zoeken, bewust. Mogen we zitten, mogen we komen. En mogen we één op één zitten met de God die hemel en aarde heeft gemaakt. Laat dat maar eventjes bezinken. Laat dat maar even bezinken. Besef het goed. U mag elk moment van de dag, elke minuut, heeft u de mogelijkheid, en als het goed is, dat is helemaal de wil van God dat u aan die tafel blijft zitten natuurlijk, maar heeft u de mogelijkheid om weer aan die tafel te gaan zitten. Eén op één met God. De God van het heelal, van het universum, die alles heeft gemaakt. Wist u dat het een voorrecht is? Wist u dat dat een voorrecht is? Ja, dat is een voorrecht. Maar gelijk een vraag, waarom maken we er zo weinig gebruik van? Waarom kiezen we er zo weinig voor? Zeg het maar. Zou het te maken kunnen hebben met het feit waar die tafel op dit moment nog staat? Want die tafel, die staat op dit moment nog waar? In de tegenwoordigheid van uw vijanden ook. Want wat zegt Psalm 23, vers 5? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden en hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Ja, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar let dan op, u maakt voor mij de tafel gereed. Waar? Voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over, heb ik ook net gebeden. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ja, ik zal in het huis van de Heere verblijven, tot in lengte van dagen. Misschien wel de mooiste psalm die ooit geschreven is. In ieder geval, voor heel veel mensen, een van hun lievelings, of in ieder geval een van de bekendste psalmen, die David heeft geschreven. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. In het Engels, the Lord is my shepherd, I shall not want. Als ik God heb, wat moet ik nog willen? Wat is er nog meer om te verlangen als ik God heb? Als u samen met God aan één tafel zit en hij kijkt u in de ogen en u kijkt hem in de ogen aan, wat maakt dit nog uit? En weet u wie deze psalm geschreven heeft? Ik zei het al, David. Wat was David? Een herder. Nou, als een herder zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, hij zal wel weten waar hij het over heeft. Ja, toch? Ja. Dit is een psalm, ik heb er vaak over gesproken, we gaan daar niet helemaal vers voor vers, maar dit is een psalm
die gaat over de tegenwoordigheid, zijn in de tegenwoordigheid van God. En ik heb dat net gezegd, het is een voorrecht, maar nogmaals, waar staat die tafel op dit moment nog? Nu. Dat is in de tegenwoordigheid van de tegenstander nog. En hoe komt dat? Dat komt omdat wij in deze wereld nog altijd leven in een wereld, een zondige wereld en een gebroken wereld. Een wereld waarin de duivel, de vijand, nog steeds rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Ja, toch? En dat is niet een excuus om bang te zijn. Nee. Ik zag net een tekst. Ik weet niet of iemand dat is opgevallen, maar ik dacht, ja sorry, maar die kan ik niet meezingen. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Die halen we eruit. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Nee, we vrezen alleen de Heer. Genade heeft mij juist geleerd om niet te vrezen voor het kwaad, want genade heeft mij geleerd dat Jezus alle macht van dood en hel heeft overwonnen en we hoeven niet te vrezen voor het kwaad. Dus, vertaler, foei. Maar goed. Dus, wat ik al zei, dat is niet een excuus, want dat gebruiken mensen ook, om, oh, we leven nog in een gebroken wereld, oh, de duivel is er nog, dus we moeten ons maar afscheiden van de wereld, en we moeten maar ons verbergen, onszelf maar verstoppen, want dan kan niets ons beïnvloeden. En, ja, als ik ziek ben, ja, dat is nou eenmaal zo, want we leven nog in een gebroken wereld. We hoeven niet te vrezen. We hoeven niet bang te zijn. En we hoeven alleen maar te geloven wat God zegt in zijn woord. En al die beloften te pakken. Te zeggen, ja, die zijn voor mij. Wat hier staat, dat gaat over mij. Het gaat over God en over Jezus in de eerste plaats. Dit is Jezus, dit is Jezus. Maar hij spreekt tot mij. Op 19 juni 2021, tot u. Wat een voorrecht, wat een voorrecht. Maar, dus geen angst, geen vrees voor het kwaad, voor die vijand. Maar neem niet weg dat hij nog steeds rondjes loopt om die tafel heen. Neem niet weg dat hij nog steeds continu rond die tafel loopt. Weet je waar hij op wacht? Tot wij eventjes onze dekking verliezen. Tot wij eventjes denken, poeh, die wapenrusting draag ik al zo lang van God. Die wapenrusting moet ik eventjes neerleggen. Er hoeft maar een kiertje open te staan. Er hoeft maar een kiertje open te staan. En hij wringt zich ertussenin. Weet je wanneer dat gebeurt? Als jij met God zit aan een tafel en je bent met hem aan het dineren. Je kijkt God in zijn ogen aan en je ziet ineens van alles gebeuren en je denkt, wow, wat is dit? En je houdt je focus weg van diegene die jou recht in de ogen aankijkt en zegt, ik ben er toch? De duivel wacht op een opening. Hij wacht op een moment dat we eventjes niet waakzaam zijn. Doe even de volgende slide waarin staat 1 Petrus 5 vers 8, waarin dat staat over die brullende leeuw. Daar staat, dat zegt Petrus niet voor niets. Daarvoor eerst, wees nuchter en waakzaam. Wees nuchter en waakzaam. Nou, waarom? Als wij hoeven niet in angst te leven voor de vijand. Wij hoeven niet in reactie te leven op de tactieken van de vijand. Maar wij moeten wel waakzaam zijn voor de tactieken van de vijand. En alert blijven. Waarom zou God anders zeggen dat we een wapenrusting aan moeten doen? Ja, toch? Dus wees nuchter en waakzaam. Wees nuchter en waakzaam. En hou je focus. Hou je focus op de Heer. We horen dat zo vaak. En begint al bijna cliché te worden. Maar het is wel waarheid. Als God zegt, kom aan mijn tafel zitten. En hou je focus dan op mij. En ik zeg niet dat die stormen om je heen, die kunnen ook hard waaien. En die kunnen ook moeilijk zijn. Maar hou je focus nou op mij. Want ik strijd voor je. Ik doe het voor je. Het is zijn tafel, het is Gods tafel. En alles wat op die tafel ligt, dat heeft God voor ons meegebracht. Die rijkgedekte tafel staat helemaal vol met allemaal lekkernijen waarvan we mogen genieten. En al zijn gaven en al zijn genade, zijn giften, alles, daar mogen we van genieten. Daar moeten we van nemen. Die heeft hij klaargemaakt alleen voor jou. Alleen voor u. Alleen voor mij. Het is zijn tafel, maar hij heeft hem gereserveerd alleen voor jou en hem. Je kan niet zeggen, ik neem een vrouw mee.
Je kan niet zeggen, ik neem mijn man mee. Je kan niet zeggen, ik ga aan Gods tafel zitten en ik ga altijd met mijn ouders mee, zoals ik altijd met mijn ouders naar de kerk ben gaan. Nee, je moet zelf een keuze maken. Want weet je wat die tafel symboliseert, wat die tafel is? Dat is jouw relatie met de Heer. En jouw relatie met de Heer moet persoonlijk zijn. Je kan niet meeliften met je ouders. Je kan niet meeliften op van, oh, als ik maar één keer per week naar de kerk ga, dan is dat het al. Dat is geen relatie. Ken je dat schiet ineens te binnen. Ken je dat Bijbelvers? Bijbelvers waarin allemaal mensen zeggen, ja, ik heb toch dit voor u gedaan, Heer. Ik heb toch dit voor u gedaan, Heer. Ja, maar ik ken u niet. Ik ken u niet. Dat is, als je wel dingen voor de Heer doet of zo, of hè, maar je kent hem niet. Je hebt geen relatie met hem. Het is jouw relatie met de Heer, één op één aan tafel met hem. Het is je gebedsleven, het is je leven van aanbidding. Het is je stille tijd, maar meer nog dan dat. Het is de continue wandel met de Heer. Continue zijn in zijn tegenwoordigheid, op je werk, op school, waar je ook gaat. Als je straks naar de Mac gaat, overal. Je bent in de tegenwoordigheid van de Heer. Hij is in jou en hij is op jou. Die tafel is jouw relatie met de Heer, elke minuut van de dag. Maar heel veel christenen, en dat wil de Heer vandaag zeggen, geloof ik en voel ik en weet ik. Heel veel christenen die gebruiken die relatie met de Heer alleen of als we zin hebben, of als we een noodzaak zien. Als we zin hebben, als ik zin heb en ik voel me lekker en ik voel me ook lekker in mijn vel. Dan als ik zin heb, dan wil ik even Bijbel lezen. En als ik zin heb, dan ga ik toch wel naar de kerk. Dan toch niet, weet je wel, dat geeft toch allemaal niet. Oké, zin. Of, sterker nog, en dat is vaker zo, als we een nood hebben. Nou, dan zoeken we God en zijn onze knieën helemaal schraal, omdat we aan het bidden zijn. Als we hem nodig hebben. Maar daarna antwoordt hij ons gebed, geeft hij de zegen. En dan gaat het goed en dan vergeten we hem. Maar dan heb je de mooiste knieën die er zijn. Zin of noodzaak. Dit is vaak onze houding naar God toe. En ik spreek, dat heeft God ook tegen mij gezegd. Waar ben je, mijn zoon? Ik heb je al zo lang niet meer gezien. Ik wil van hart tot hart met je spreken, mijn zoon en mijn dochter. Waar ben je? En ik wil niet, je mag alles aan mij vragen, mijn kind. Maar kom nou eerst gewoon even lekker met mij eten. Kom nou gewoon genieten van elkaars tegenwoordigheid, van hem en van jou. Dit is vaak hoe wij God behandelen, weet u dat, in onze relatie met God zien. En als we dan al zijn aangezicht zoeken, als we dan al op onze knieën gaan, als we dan al stille tijd houden, als we dan hier in de gemeente al alles geven en zijn aangezicht zoeken, dan doen we dat maar voor even. Dan doen we dat maar voor even. Veel christenen zien ook hun kerkgang zo, wist u dat? Wij niet, natuurlijk niet. Maar heel veel andere christenen wel. Die zien hun kerkgang wel zo. Eventjes naar de kerk aanraken en dan kan ik weer gaan. Dan heb ik mijn geweten gesust voor de rest van de week. Dan heb ik gedaan wat mijn ouders altijd gezegd hebben. Dan is mijn geweten gesust. Zo, dan kan ik weer lekker relaxed leven voor de rest van de week. En dan kan ik weer mijn eigen leven leven, met mijn eigen dingen die ik wil doen. En voor mijn eigen toko leven in plaats voor het koninkrijk van God. Dan heb ik weer een goede daad gedaan. Als je het naar deze tijd zou vertalen, dan zegt God, ik nodig je uit, mijn zoon, mijn dochter, ik nodig je uit om te zitten aan mijn tafel en om te dineren. En dan zijn wij druk bezig en zeggen wij, Heer, ik hoor u wel, ik hoor u. Oké, even dan. Even, Heer, eventjes maar. Even, want ik heb het zo druk gehad. Ik heb het zo druk gehad. Ik was net even voor mezelf aan het ontspannen. Mag dat even? Ik was net even aan het ontspannen. Ik was net met die Netflix-serie begonnen. Eventjes, nog één aflevering, oké? En dan kom ik. Voor je het weet ben je bij aflevering 8. Hoeveel weten dat? Niemand. Niemand kijkt Netflix hier. Oké, maakt niet uit. Maar je weet wat ik bedoel. En wat we doen, is dat we dan denken van, even snel aan die tafel komen. Ik neem nog eventjes snel dit. Weet je wat, ik maak nog een selfie en ik zeg, hey, ik ben met God aan tafel geweest en ik ga weer weg, want dan kan ik dat zeggen. Een kind van God is geroepen om aan tafel van God te zitten en te blijven zitten. Toen Mozes in Exodus 12 naar boven werd geroepen voor het verbond en voor de 10 geboden en zo.
De heerlijkheid van God kwam op die berg. Hij moest naar boven toe komen. Dan staat er, even in mijn eigen woorden, maar lees het maar na. Dat de Heere zei, kom Mozes, in mijn tegenwoordigheid, zoek mij, kom in mijn glorie en blijf daar. Blijf daar, niet alleen maar eventjes. Blijf daar. Blijf zitten. En dat is ons, dat is waar God toe ons uitnodigt. Kom zitten, maar blijf ook zitten. Maar heel vaak wat wij doen is, we komen eventjes, dan voelen we ons weer gesterkt. Vaak zeggen we dat, ik kom naar de kerk, oh dan word ik weer opgeladen en ik snap wat u bedoelt. U bedoelt daar niks verkeerds mee. Maar we moeten niet denken van, oh opladen en dan disconnect. Nee, je moet blijven zitten. Blijven zitten. De wereld gaat wel door, jouw werk, je dingen, je gaat wel door, je gezin gaat wel door. Het is zo belangrijk om te blijven zitten en te beseffen dat wij 24/7 in de tegenwoordigheid van God mogen leven. Dat hij wandelt met ons. Door zijn geest is hij altijd in ons. Woont hij in ons. En hij wil, die Heilige Geest, door zijn Heilige Geest, wil hij met ons praten. Wil hij met ons meelopen. Wil hij met ons wandelen. Hij wil met ons samenwerken. God wil met ons samenwerken. God wil met u samenwerken, met ons meelopen. Maar de vraag is, heb je aandacht voor hem? Of wordt jouw aandacht, wordt je afgeleid? Word je afgeleid door misschien wel die vijand die rondom die tafel loopt en brult. Maar het ding is, lieve broer, het ding is, lieve zus, die leeuw, die duivel, die kan rondlopen wat hij wil. Die kan brullen wat hij wil, die kan dreigen wat hij wil. Maar bijten kan die niet. Als we daar zitten aan tafel met de Heer. Als we blijven zitten daar aan tafel met de Heer. De enige manier waarop de duivel jou kan raken, is als jij dat toelaat. En toestemming geeft en zegt, nou doe het dan maar. En misschien denk je, ja, dat heb ik nog nooit gezegd tegen de duivel. Nee, hè, misschien niet zo. Maar dat komt wel voort uit jouw, dat spreken jouw daden wel. Dat spreekt wel uit jouw acties. En uit je handel en wandel. Omdat je opstaat van die tafel en zegt, ja, maar ik heb het veel te druk daar en daarmee, Heer. Ik kom straks wel weer. Satan, weet u waarom ik weet dat Satan... Satan, die heeft, weet u hoeveel... Weet u, Matteüs 28. Jezus zei, aan mij is gegeven alle macht en autoriteit in hemel en op aarde. Als Jezus, heb ik al heel vaak gezegd, als Jezus alle macht en autoriteit heeft, hoeveel heeft Satan dan? Nul. Hoe kan het dat hij ons dan, dat hij soms toch nog wel ons christenen raakt? Doordat we die autoriteit hebben overgegeven aan hem. Hoezo kon de duivel ervoor zorgen dat Adam en Eva uit het Hof van Eden gingen? Omdat ze dat hadden overgegeven aan hem. Omdat ze gingen geloven in zijn leugens. Er schieten allemaal dingen door mijn hoofd. Ik moet even het ordenen, want anders duurt het heel erg lang. Toen Jezus werd verzocht door de duivel in de woestijn. Toen zei Jezus iets, ik kan het niet letterlijk zeggen, maar toen zei Jezus iets van, toen zei Satan van, ik kan je, dit alles wat je hier ziet, kan ik je geven. Alle koninkrijk, want dat is mij overgegeven, zei hij. Door wie? Door Adam en Eva. Door de mens. Als u voelt, er is nog een vijand in mij en die heeft invloed op mij, af en toe, dan komt dat omdat u zelf hem toestemming daarvoor geeft. Want hij heeft nul autoriteit. Hij heeft nul macht om dat te doen. Besef dat goed, lieve broer. Besef dat goed, lieve zus. Jij bepaalt wie er nog aan tafel mag komen zitten. Wie nog kan... U begrijpt mijn beeldspraak natuurlijk, hè. Wie aan tafel mag komen zitten en wie nog... Naar wie u nog luistert. Naar wie u nog meer luistert dan Gods stem alleen. En daarom zegt Paulus, geef de duivel geen plaats. Daarom heet het deze boodschap vandaag ook, geef de duivel geen plaats. Maar wees verzekerd, hij probeert ons aan te vallen met vurige pijlen, zegt Efeze 6. En wat zijn die vurige pijlen? Waar zijn die vurige pijlen op gericht? Die zijn gericht hier. Die zijn gericht op uw gedachten. Die zijn gericht op uw denken. Hij fluistert in. Hij fluistert in. Die pijlen zijn gericht op ons denken. En ik heb vaker gezegd, en Paulus zegt het ook, wij hebben niet een strijd te strijden tegen vlees en bloed. Wij hebben een geestelijke strijd te strijden. Een geestelijke strijd.
En weet u het slagveld van die strijd? Dat is hier. Er is een strijd gaande op dit moment. Voor jouw denken, om jouw denken te kunnen pakken. Om jouw denken te kunnen controleren. Want vanuit jouw denken volgen jouw acties. Daar wil die invloed op hebben, die vijand. En Paulus linkt die twee. Paulus linkt ons denken met die zin die ik net zei, geef de duivel geen plaats in Efeze 4, vanaf vers 22. Dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dat is wat er gebeurd is, als het goed. Dat is wat er aan de gang is, wat een ongoing process is. Dat als u de oude mens aflegt, dat de geest van uw denken wordt vernieuwd. Wordt vernieuwd, zodat u niet geconformeerd wordt naar de wereld, maar doordat u getransformeerd wordt door de vernieuwing van uw denken, zegt Romeinen 12, vers 2. En dat u bekleed bent met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan geeft hij een voorbeeld van de oude en nieuwe mens. En van de nieuwe mens zegt hij, word boos, dat mag. Word maar boos, voor heel veel mensen is dat een opluchting, je mag boos worden af en toe, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Dit is in de context van als je boos bent op je man of je vrouw of je ruzie hebt, natuurlijk. Maar het staat wel direct bij elkaar, bij het vernieuwen van uw denken. Het is essentieel, lieve mensen, het is essentieel dat jouw denken wordt vernieuwd. Wat is de vernieuwing van je denken? Dat is bekeren. Bekeren betekent je denken vernieuwen. En dat is je bekeert niet één keer, je bekeert elke dag als het goed is. Levensstijl van bekering is een levensstijl van je denken vernieuwen. Als wij ons denken niet vernieuwen, dan gaan wij die vurige pijlen niet herkennen. Waarom? Omdat die vurige pijlen vaak verpakt zijn in een mooi jasje. Ja, toch? Die vurige pijlen zijn vaak in een leuk jasje verpakt. Dat je denkt, ach, dat is toch helemaal niet zo ernstig. Dat hoef ik toch helemaal niet. Dat is toch onschuldig. Die gedachte is toch onschuldig, is toch niet zo erg. Daarvoor moet je denken vernieuwd worden, zodat je ook die leuke dingetjes, leuke influisteringen, leuke, gaat zien zoals Jezus ze ziet. Dan kan je ook afrekenen met die gedachte zoals Jezus dat wil. Je denken moet worden vernieuwd. Want ik zei het, die vurige pijlen worden in een leuk jasje gestoken. Maar de duivel zelf, zegt de Bijbel, komt als een engel van het licht. Ja, komt als een engel van het licht, waardoor je misschien denkt, ach, hij ziet er toch vriendelijk uit. Kom maar even zitten aan mijn tafel dan. Kom maar. Zo erg is het niet. Doe ik toch ook verder niemand kwaad mee als jij even komt zitten. Kom maar zitten. Geef niet. Kent u dat? Dat je lekker uit eten bent, lekker privé met je man of je vrouw of je vriend of vriendin. Een romantische avond gepland en dan zie je iemand het restaurant binnenlopen waar je helemaal geen zin in hebt. En denk je, oh nee, ik hoop dat hij me niet ziet. Ik hoop dat hij me niet ziet. Hij ziet me niet, hij ziet me wel. Hij ziet me wel. En het liefst wil je onder de tafel kruipen, maar hij heeft je al gezien. Kan geen kant op. Voor je het weet, komt hij bij je aan tafel staan. Hey! Dat is lang geleden. Ken je me nog? Ja, van. En voor je het weet, pakt hij een stoel erbij en dan zegt hij, is toch niet erg, ik sta toch al, kan eens goed zitten. Nee, eigenlijk niet. Ik ben aan het dineren met mijn vrouw. Maar dat denk je, maar dat zeg je dan niet. Mag je wel best zeggen, ook af en toe. Ik bedoel, waarom? Tamara is, als je met Tamara getrouwd bent, moet je maar eens, nee. Kan je niet meer proberen. Als je een soort Tamara hebt, dan moet je maar eens proberen. Die is veel christelijker dan ik qua vriendelijkheid. Wij waren op vakantie in Spanje, zonder kinderen. Oh, heerlijk man. Ja, zeker. En weet je wat je dan doet zonder kinderen? Dan zoek je naar een hotel, adults only. En dan kom je erachter dat er nog een ander type mensen is die vervelender zijn dan kinderen, dan zijn volwassenen. Maar goed, bij het buffet vooral. Maar oké, daar gaat het niet om. We kwamen die eerste dag kwamen wat ouder stel tegen. Hollands.
Want in Spanje, wat doe je? Hollanders zoeken Hollanders op. Ja, wat eten we in Spanje? Frikandel speciaal. Maar oké. Okay. Een Hollands stel, wat ouder stel, uit Limburg. Limburg. Ja. De eerste dag, nou, praten, leuk. De volgende dagen zaten wij al te eten, zagen wij hun het buffetrestaurant binnenkomen. Ze keken niet waar het buffet was, ze keken waar wij waren. Want ik wil bij hun aan tafel zitten. En daar gaat je vakantie. Maar Tamara is veel vriendelijker. Die blijft vrienden, die blijft praten. En hele lieve mensen, daar gaat het verder ook niet om. Maar op een gegeven moment heb je er wel genoeg van. Ik zeg ook niet dat die mensen de duivels zijn of vijanden zijn. Nee, helemaal niet. Alhoewel. Maar goed, nee. Ik wil alleen maar zeggen, het is soms zo makkelijk om iemand die zo vriendelijk lijkt, om gedachten die zo simpel en zo onschuldig lijken, om toch maar aan tafel toe te laten. En zo komt Satan ook. Hij komt met gedachten die in het begin heel onschuldig lijken. Hij komt niet meteen met van, ga jij eens aan de drugs? Of ga jij eens lekker roddelen? Nee, hij plant zaadjes, influisteringen. Ach, het is toch niet zo erg. Dat is geen roddelen wat jij doet hoor, dat is praten over mensen. Oké. Okay. Hij komt met gedachten die in het begin heel onschuldig lijken. Sterker nog, hij zegt vaak dingen die wij willen horen. Die ons vlees wil horen. Die wij niet moeten horen, die wij niet nodig hebben om te horen. Want dat hoort u hier, als het goed is. Of in het woord van God, dat is stille tijd. Maar hij zegt dingen die u wil horen. Waar u zin hebt om die te horen. Hé, vriend. Hoe gaat het? Heb je nog steeds zo druk? Ik zie het. Hoe druk je het hebt. Dat jij het nog volhoudt. Met je werk, met je huis, met je gezin, met je studie. Dat je het nog volhoudt. Ontspan jij eigenlijk nog wel eens een keer? Ontspan je nog? Misschien moet je een keer proberen, net zoals vroeger. Hoe ontspande je vroeger? Hoe ontspande je vroeger, toen je echt lekker in je vel zat? Toen je nog geen kind van God was? Ontspan. Ontspande je. Weet je, pak die fles alcohol maar. Pak dat jointje nog maar. Ontspan nou eens een keer. Is jouw vrouw of is jouw man, is die nog steeds zo moeilijk? Is die nog steeds zo vervelend? Zeg je ja tegen hem? Is je man, is hij nog steeds zo moeilijk? Dat je het volhoudt bij hem, dat je het volhoudt bij haar. Kies nou een keer voor jezelf. Kies nou een keer voor jezelf. Ga lekker de hele nacht weer lekker gamen, joh. Sluit je op in je kamer, je vrouw stuur je naar de bank. Ga lekker achter je laptop, ga lekker gamen de hele nacht. En weet je, als je daar toch bent, je hebt ook al heel lang geen porno meer gekeken. Daar doe je toch geen vlieg kwaad mee? Als je toch daar in het donker van de nacht zit, achter je laptop, kijk nog maar eens een keer. Vroeger, wist je nog, dat je zo lekker stoom kon afblazen door naar porno te kijken? Nou joh, één keertje joh. Je hebt zoveel meegemaakt de afgelopen tijd, je hebt het zo zwaar gehad. Blaas maar wat stoom af. Daar doe je verder helemaal niemand kwaad mee. En de volgende keer gaat hij verder. Dat porno, dat doet het er niet voor je, hè? Dat is toch maar nep, hè? Begrijpt je vrouw je nog steeds niet? Luistert je vrouw nog steeds niet goed naar je? Die ene hele leuke blonde collega, die is er altijd voor jou. Die luistert altijd naar jou. Die heeft altijd een luisterend oor voor jou. Misschien moet je eens een keer met haar afspreken. Kan geen kwaad, gewoon een kopje koffie. Kan geen kwaad. En voor je het weet, ben je erin gerold. Want ik zeg je, als wij, of wie de, als je als een persoon bijvoorbeeld in overspel belandt, gebeurt dat in één keer, dat de duivel zegt, en nu ga je overspel plegen. Oké, nee, zaadjes. Een proces. Hij plant eerst dit in wat ik net allemaal heb gezegd. Probeer het eerst daarmee. En het is niet zo erg, spreek maar af met die vrouw. Spreek maar af met die man.
Ga lekker een ritje maken met z'n tweeën in een auto. Ik ken zat christenen en zeker ook christelijke leiders die daardoor gevallen zijn. En ik ben niet een type die altijd maar zegt, ik ben in overspel beland door de duivel. Maar wij hebben wel eens, ik heb net gezegd, wij hebben niet een strijd, of de Bijbel zegt, wij hebben niet te strijden tegen het vlees. We hebben een geestelijke strijd. Dus pas op voor die kleine invluisteringen. Die eerst gewoon onschuldig lijken. Die eerst gewoon, ach joh, doe je helemaal niemand kwaad mee. Zo kan het ook in de kerk gaan, hè? Zo kan het ook in de kerk gaan. Dat de duivel naar je toe komt en zegt, heb je nou weer zoiets moeten meemaken in de kerk? Zie je nou hoe die kerkmensen zijn? Zie je nou hoe die zogenaamde christenen zijn? Je wordt weer teleurgesteld door ze. Je hebt weer verdriet door ze. Je hebt weer pijn door ze. Als die christenen dan zo zijn, dan moet die God van hun moet ook zo zijn. Hij probeert zaadjes van twijfel en ongeloof in te planten. Zie je nou dat je beter kunt stoppen met naar de kerk gaan? Zie je dat je maar beter kunt stoppen met het dienen van de Heer? Zie je dat je maar beter kunt afsluiten van de kerken, van kerkmensen? Zie je maar beter dat je kan breken met die mensen? En weet je wat? Je hoeft die mensen ook helemaal niet meer te vergeven. Want ze hebben het helemaal niet verdiend. Kies nou een keer voor jezelf. Je mag wel een keer hard zijn. Dat zijn woorden van Satan. Wist u dat onvergevingsgezindheid, dat een van de meest geziene openingen, deuropeningen die christenen openlaten voor demonen? Bitterheid. Nou, jullie snappen wat ik net allemaal gezegd heb, hè? Al die dingen die ik net genoemd heb, dat zijn kleine kiertjes, kleine openingetjes. Het zijn die kleine vorstjes die de wijngaard verpesten. Al die dingen zijn openingen voor de vijand om een greep te krijgen op jouw denken eerst en daarna op jouw hele leven. Het is het begin van een proces, wat ik net al zei. Om jouw denken te beïnvloeden en jou weer een slaaf te maken. Om jou weer geketend te maken. Om jou bij die tafel van God weg te trekken. En om uiteindelijk die dief te zijn en zijn ware aard te laten zien aan jou van de vijand. En dat is die dief die komt om te stelen, om te slachten en te vernietigen. En verloren te laten gaan. Dus als jij, als u, lieve broer, lieve zus, als jij al lange tijd het leven en dat leven in overvloed niet meer ervaart, vraag dan aan de Heilige Geest of hij aan je wil laten zien of er misschien openingen zijn voor de vijand. Want Jezus zegt, ik ben gekomen om leven te geven en het leven in overvloed. En die duivel die probeert te roven, te doden en verloren te laten gaan. Ga niet praten met hem, ga niet praten met die slang, zoals Eva dat deed, want het enige wat er uit zijn mond kunnen komen zijn leugens. En onderschat de kracht van leugens niet, maar eigenlijk hebben zijn leugens geen kracht, behalve als je erin gelooft. Maar onderschat die leugens niet. Onderschat ze niet. Ik zag afgelopen week een getuigenis van een vrouw van geloof, een christen, al jaren. Ze was in het verleden aanbiddingsleider. En op een gegeven moment, 3 jaar geleden, kon ze niet meer praten. Kon ze niet meer zingen. Kon ze dus ook geen aanbidding meer leiden. En af en aan. Dan ging het weer weg, kwam het terug. Ineens kon ze niet meer praten. De dokter kon niks vinden. Geen lichamelijke oorzaak daarvoor. Nou, eind goed, al goed. Zij is, ik heb dat gezien, ze is bevrijd in de naam van Jezus. En die boze macht moest haar loslaten door de naam van Jezus. Prijs de Heer daarvoor. En ik zag hoe zij heel moeilijk, maar na die bevrijding, haar mond openen en praten en kon zingen de naam van Jezus. Dat is prachtig. Maar later kon zij dus getuigen en zij zegt, ik weet waardoor die
boze geest die mij stom maakte, zoals we dat ook in de Bijbel lezen, hè? Die mute spirit. Ik weet waardoor het komt. Ik ben nogal van mezelf een ziekelijk persoon. Ziekelijk lichamelijk. En iedere keer kwamen die influisteringen van, oh, als ik dat aanraak. Nee, ik moet me voorstellen, zeker met corona. Als ik dat aanraak, als ik dit doe, als ik, oh, dan word ik ziek. En dan word ik, oh, dan word ik doodziek, ongeneeslijk ziek. Weet u wat dat zijn? Dat zijn woorden van dood. Woorden van ziekte. En die sprak ze over zichzelf uit. En daar geloofden ze in die leugens. En dat deed de deur open. Dat zette de deur wagenwijd open voor een demon om binnen te komen. Ik heb het vaker gezegd. Ik ben er nu mee bezig. En er komt heel binnenkort, ga ik daarover spreken. Een hele studie daarover. Maar nu alvast wil ik zeggen, ja, het gebeurt bij haar. Het gebeurde bij haar. En ja, het gebeurt bij christenen. Christenen kunnen niet bezeten worden door demonen, want we zijn het bezit van de Heer. Maar christenen kunnen nog steeds wel onder invloed zijn van demonen. En geplaagd worden. We hoeven niet bang daarvoor te zijn. Als we maar onze dekking hoog houden. En wat is onze dekking? Het schild van geloof. En in de tegenwoordigheid van die goede herder blijven. We moeten de pijlen van de vijand gaan herkennen, lieve mensen. En we moeten dan gaan herkennen van ook al hoe leuk ze er misschien ook klinken, hoe leuk ze er misschien ook uitzien. Het is niet de stem van de Heilige Geest, maar het is de stem van de vijand. Die jou wil laten vallen en laten vallen in zonde. Hij weet precies wat hij tegen jou moet zeggen. Tegen de een moet hij iets zeggen wat de oren kietelt, dat vinden we lekker. En de andere keer tegen iemand anders moet hij juist dingen zeggen van, je bent minder waardig, je bent niet waard, je bent niet goed genoeg, kijk naar je verleden. Dan zijn het negatieve gedachten, het kunnen beide zijn. Dus we hebben die onderscheiding nodig van de Heilige Geest. Wij mogen geen, dat zegt mijn grote vriend Bill Johnson altijd, we mogen geen gedachten toelaten in ons hoofd die God niet in zijn hoofd heeft over ons. En hoe weten wij nou welke gedachten God over ons heeft in zijn hoofd? Dat is dit. Als er dingen in uw hoofd komen over uzelf, dan moet u dat toetsen hieraan. Zegt God dat over mij? Is dat wat God vindt van mij? Of zegt de vijand dat? Je moet luisteren als een kind. Je moet luisteren als een kind. Soms luisteren kinderen helemaal niet. Hoeveel weten dat? Ja, oké. Maar het is wel vaak zo, in ieder geval mijn kinderen dan, vaak, de meest, soms, af en toe, heel weinig, het wordt steeds minder. Maar kinderen dat ze, als je ze iets zegt, ik zeg bijvoorbeeld Feyenoord is de beste. En ik weet dat is een leugen, helaas. Maar ze zeggen wel altijd tegen alles en iedereen, want hun opa is voor Ajax, hoe kan het? Maar inderdaad, het is zo. En dan zegt ze tegen opa, nee Feyenoord is de beste, Feyenoord is de beste. Waarom zeg je dat? Omdat papa dat zegt. Papa zegt dat. Je bent niet waard genoeg. Je kan helemaal niks. En ik ga allemaal mensen gebruiken om te zeggen dat je niks waard bent. Dat geloof ik helemaal niet. Wie ben jij dat je dat zegt tegen mij? Mijn vader zegt heel wat anders. Mijn vader zegt dat ik gekozen ben. Mijn vader zegt dat hij van mij houdt. Mijn vader zegt dat ik waardevol ben. Mijn vader heeft zijn leven gegeven voor mij. Wie ben jij om dat te zeggen tegen mij, Satan? Wegwezen. Je moet niet met de duivel in lief zeggen, wil je alsjeblieft weggaan? Nee, trap hem eruit. Er is maar één antwoord dat je moet hebben op zulke gedachten. En Paulus, die zegt dat in 2 Korinthe 10, vers 5, wat we dan moeten doen. Want wij... Wacht. 2 Korinthe 10, ik wil nog iets ervoor. 2 Korinthe 10... Want al wandelen wij in het vlees, vers 3, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, tegen hoe wij God hebben leren kennen, tegen wat wij weten van God, wat wij lezen in zijn woord, wat hij zegt over ons. Wij breken dat af en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Halleluja. Als die gedachten komen, breng ze tot gehoorzaamheid aan Christus. Want de duivel gebruikt vaak leugens die
heel erg lijken op de waarheid. En dan moeten we dat, die zo brengen, laten buigen in de naam van Jezus, dat ze zo gedraaid worden eigenlijk, dat het de waarheid is. Want hij zegt dingen die zo lijken op de waarheid, zeg je nee, dat is niet de hele waarheid, dat is een halve waarheid. En een halve waarheid is ook een leugen. Dus ik breng ze tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dit is wat wij moeten leren, wat we moeten blijven leren, wat we moeten blijven doen. Dit is hoe wij ons schild hoog houden, waarmee we de vurige pijlen kunnen blussen, zegt Efeziërs 6 vers 16. Ja toch? Is het niet zo? Ja. Als de vijand komt en hij wil je aandacht trekken terwijl jij zit aan die tafel, weet dan, mijn goede herder is met mij. En hij kijkt mij in de ogen aan. Dat maakt allemaal niet uit. Ik heb een hele mooie quote van A.W. Tozer, een bekende bijbelleraar van de vorige eeuw. Ik lees veel van hem. Hij zei, de enige bijbelse manier hoe situaties te zien en hoe problemen te zien, is door God altijd voor ons te zien. Om Christus in het centrum van onze visie te plaatsen. En als Satan dan langskomt, dan zie je alleen maar een schim van hem, een schaduw van hem. Het is altijd fout om dit om te draaien. Het is fout om Satan in het centrum te zetten en God weg te drukken aan de rand. De beste manier om de vijand buiten te houden, is om Jezus binnen te houden. De enige veilige plek is bij de goede herder. Satan is niet bang voor schapen op zich, hij is bang voor de aanwezigheid van de goede herder. Blijf in mij en ik in u, zei Jezus in Johannes 15. Lieve mensen, lieve broer, lieve zus, aan het eind van deze boodschap. Blijf in hem. Hij blijft in u. Stop met luisteren naar de influisteringen van de duivel. Stop met, kom uit dat moeras van jouw gedachten. En kom naar Jezus, onze bevrijder. Hij wil je vrijzetten. Ook vandaag zegt hij, mijn zoon, ook al is het de eerste keer dat je aan zijn tafel komt zitten. Ook al is het de zoveelste keer dat je weer terug moet komen zitten aan zijn tafel. Jezus zegt vandaag ook tegen jou, tegen u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als er voor mij open gedaan wordt, dan zal ik bij je binnenkomen. En zal ik de maaltijd met je houden. En jij met mij. Amen. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. You lost it till death, crushed the devil's head. Fear is just a